de veentuinderij verkennen welke gewassen ook geschikt zijn om als tuinbouwgewas te telen. En met dat je ook de boel kunt vernatten, draag je ook bij aan het tegengaan van de uitstoot van broeikasgassen en de bodemdaling. En je vult het assortiment, wat in de veenweide natuurlijk prachtig is, de melk, het vlees en de kaas, vul je aan met nog aanvullende kruiden, bessen en noten. Dus wij denken dat dit in potentie iets heel moois kan zijn. Maar er zijn ook nog heel veel onderzoeksvragen natuurlijk. En ik wil graag vertellen hoe wij daarmee aan de slag gaan. We hebben met ecologen en koks gekeken naar welke gewassen goed groeien in de veenweide. Van nature, dus in natuurgebieden, in moerassen. En zijn nu aan het kijken van hoe kunnen we die gewassen ook weer als landbouwkundige producten gaan telen. Dus het gaat echt om landbouwkundige productie in een veentuinderij. En zo is er een enorme variëteit aan gewassen waar we hier een aantal van hebben geselecteerd, die we nu in 3 verschillende vakken aan het proberen zijn. En we staan hier bij het eerste vak. Hier is het vak, hebben we 20 centimeter water op het maaiveld neergezet. En je kunt zien, we hebben een dijkje gebouwd om het water vast te houden. Dus hier is de grond ook niet afgegraven. We hebben dit gewoon het gras heel kort gemaaid. En hier water opgezet en waternoot en duckpotato ingezet. En ook wilde rijst gezaaid. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe nat verschillende soorten kunnen groeien. En daarom hebben we hier een bak gemaakt met een helling die steeds dieper wordt, waarin we water hebben staan. Dus je hebt een soort natuurlijke gradiënt van nat naar steeds droger. En we zijn nu aan het kijken van welke planten groeien nu het beste bij welke natte omstandigheden. Nou, dit is het derde vak van de veentuinderij. Hier telen we kruiden en bessen bij grondwaterstanden van min 20 centimeter onder het maaiveld. Dat doen we ook door middel van pompgestuurde waterinfiltratie. Dat is een systeem wat we ook in de melkveehouderij gebruiken om de grondwaterstand hoog te houden. Het moet toch ook wel echt wel bijdragen aan het tegengaan van bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen. En dat vind ik nog wel een dingetje. Kijk, als je nu ziet, we hebben hier het gras echt heel kort afgemaaid. En het is nu eigenlijk gewoon zwarte grond. En dat wil je eigenlijk niet als het gaat om de uitstoot. Er moet zo snel mogelijk weer gras gaan groeien. En dan in combinatie met deze vaste planten, dan hopen we dat dat ook weer dicht gaat en voldoende nat blijft. Maar dat is nog wel een aandachtspunt of dat in combinatie met gras of die kruiden dan blijven produceren. Dus dat is een aandachtspunt. En op het moment dat je water op het maaiveld zet op verschillende plekken, dan krijg je ook vaak methaanuitstoot. Dus het is ook de vraag in hoeverre die methaanuitstoot hoger of lager is dan de uitstoot uit de gewone veenweide. En ook de hoeveelheid water die nodig is uiteindelijk. We hebben daar toch een aardige bak met water liggen. Water verdampt, dan moet het constant worden aangevuld. En hoeveel water is dat dan? Voor ons als Veenweide Innovatiecentrum is het natuurlijk ook een hele andere tak van sport dan melkvee houden. Dus we hebben ook de samenwerking gezocht met een tuinder. En we zijn ook heel erg benieuwd wat dit betekent qua arbeid en mechanisatie. Dus hoeveel tijd dat gaat kosten om dit netjes te onderhouden, te oogsten, het watermanagement te gaan doen, onkruiden onder controle te houden, waar het nodig is. Ja, ik vind het heel interessant om te zien hoeveel techniek je nodig hebt of kunt gebruiken om zo'n veentuinderij ook echt te laten werken. Hè. Bijvoorbeeld voor het watermanagement hebben we pompen die op tijd aan en uit gaan. En aan de andere kant wil je ook wel met de natuur samenwerken door voor die planten de optimale teeltomstandigheden te creëren. En dat betekent ook dat die bodem langzamerhand wat zal gaan verzuren en wat meer gaat lijken op een natuurlijke veenbodem. Maar het blijft wel landbouw. Dat samenwerken van natuur en techniek, dat vind ik zo boeiend. Dat maakt landbouw ook gewoon een fascinerend vak.